achter Leiden Dorpers, dames en heren, van harte welkom hier in ons mooie gemeentehuis. We zien elkaar weer allemaal, iedereen is er weer en het is weer een geweldige, gezellige bijeenkomst. Ik dank het koor. Het koor heet Inspiration. Heel hartelijk, zij hebben voor ons het begin van deze nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden Dorp opgeluisterd. En nogmaals dank en ik hoop dat u enorm beroemd wordt na dit optreden. Het is fijn om elkaar te zien, daar begon ik al mee. En verwachtingsvol kijk ik net als u uit naar weer een gloednieuw jaar. En ik hoop dat dit een fijn jaar mag worden. Een fijn jaar met mooie verkiezingen. Graag wil ik de medewerkers van onze gemeente, die nu ook weer buiten staan, in de kou te trotseren om alles in goede banen te leiden. De politie, de brandweer, die met oud en nieuw en dagen daarvoor en nog dagen daarna in touw waren. Hartelijk bedankt voor jullie inzet. Applausje. Zo kunnen wij zorgeloos feestvieren. De jaarwisseling is redelijk rustig verlopen. Toch nog een behoorlijk aantal acties van de politie en de brandweer. Het blijft toch merkwaardig dat feestgevoel voor sommige mensen betekent dat men spullen gaat vernielen of in brand gaat steken. Daar kan je als een mens met gezond verstand niet bij. En alcohol mag daar nooit een excuus voor zijn. Wij denken ook vanaf dit huis aan de Leidse politieman die in een beenbreuk is geschopt en dan een hele gecompliceerde door een feestganger tussen aanhalingstekens. En vanuit Leiden Dorp wensen wij ook hem een spoedig herstel in het ziekenhuis. Mijn speech ben ik begonnen te schrijven toen het buiten sneeuwde. Het pak werd dikker. Onze medewerkers werkten hard om de regen begaanbaar te houden. Naast dat dit ook gevaren met zich meebrengt en je hoopt dat alles en iedereen heel blijft en mensen om je heen veilig blijven, levert het ook prachtige taferelen op. Een moment van bezinning. Om even terug te blikken op het jaar dat alweer voorbij is. Het jaar is omgevlogen wat mij betreft. Er is weer zoveel gebeurd in ons dorp en in de wereld. Gebeurtenissen waar je je zorgen om kunt maken. Vrijheid en vrijheid van meningsuiting en de impact van woorden die soms grote gevolgen kunnen hebben. Daar zijn er allemaal getuigen van geweest het afgelopen jaar. Begrip voor elkaar hebben en niet altijd de slechtheid zien in een ander. En in gesprek blijven is een waardevol voornemen. Wij hebben het best goed in Nederland. En bij alle onderzoeken, zelfs van het Algemeen Dagblad, dat is tegenwoordig heel belangrijk, wijzen uit dat je natuurlijk het beste in Leiden Dorp kunt wonen. Dat komt door uw inspanning, de inwoners van Leiden Dorp. Door u, vrijwilligers, u ondernemers, u onderwijzers, mensen in de zorg, u, lokale politici, politie, brandweer, sportverenigingen. Ik heb Azepos gezien, wel als de jeugd hier komt. Ik heb Alecto gezien, ik heb RCL gezien. Het is altijd fijn als ik iemand, sla ik iemand over, sla ik een sportvereniging over. Meld u, ja, u bent van? Litor, ook van harte wel. Heerlijk als de sport en zo zich meent met het leven in Leiden Dorp. Als gemeente zijn we er voor u, om u te ondersteunen en te faciliteren om ideeën en initiatieven die ten goede komen aan onze samenleving mogelijk te maken. We zien al veel mooie initiatieven ontstaan. Zo is onlangs speeltuin Kees Notenboompad geadopteerd door inwoners. En ook de buurtvereniging De Kruidentuin is een groot succes. Of bijvoorbeeld het initiatief van de Vrienden van het Oude Dorp, die 3 dagen de vriendenfeesten organiseren. En ik zag louter lachende gezichten. Ondanks het slechte weer en ondanks al het gras wat weer ingezaaid moest worden. Geen probleem, vrienden van het Oude Dorp. En ik zie dat u er al helemaal opgekleed bent om een park te fatsoeneren. Waar zijn de roze types? Ja. Ja, als je op wil vallen, heeft u het juiste kledij gekozen. Om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen en hebben wij over het afgelopen jaar onze organisatie hierop ingericht. Aansluiting maken bij een samenleving waarin een ieder zich op basis van belangen, vragen en wensen en opgaven organiseert. We zijn gestart met zelfsturende teams. Zo willen wij de kwaliteiten en talenten van onze medewerkers
optimaal benutten ten goede van hun dienstverlening aan u, de inwoner van Eck. En de eerste vrucht hiervan zien we al. Iedere medewerker draagt zelf bij aan resultaat. We gaan weer naar buiten. We krijgen nog meer gevoel bij wat er in de omgeving speelt en leeft. En willen daar zo goed mogelijk op inspelen. We zijn ook een lerende organisatie. Al onze ervaringen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Onze rol in de netwerksamenleving vraagt ook een andere manier van het organiseren van welzijn. Ook hierin zullen wij de verschuiving moeten maken naar faciliterend en ondersteunend om ook in de toekomst een passend en vraaggestuurd aanbod van welzijnsactiviteiten mogelijk te maken. Samen met organisaties op het gebied van welzijn en zorg zijn we onder leiding van wethouder Angelique Beekhuizen gestart met de verkenning met als doel het complete welzijn te bevorderen voor elke unieke inwoner. Wat daar in de toekomst voor nodig is, dat wordt met inwoners en organisaties onderzocht. En vrijwilligers daarin, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, zijn en blijven onmisbaar voor het welzijn van Leiderdorp. Ook op mondiaal en landelijk niveau spelen er ontwikkelingen waar wij bij aansluiten. Denk aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Wij zien de bewustwording over de urgentie hiervan stijgen. Steeds vaker nemen mensen zelf het initiatief om bij te dragen aan duurzaamheid en minder CO2-uitstoot. Dit jaar hebben wij onder leiding van wethouder Olaf McDaniel onze eigen lokale duurzaamheidsagenda vastgesteld. En onze doelstelling is om in 2050, dat is nog even, dus hij heeft nog even, volledig CO2-neutraal te zijn. We nemen hier stappen in en zo onderzoeken wij of de Oranjewijk aardgasvrij kan worden en beginnen we in januari met nieuwe manieren van in te hamelen, namelijk goed in te hamelen. Dit betekent dat we alle grondstof aan huis op gaan halen en er maar weinig restafval overblijft. Ook op weg naar een duurzame samenleving hebben wij uw hulp nodig. En willen wij u helpen ook uw ideeën en initiatieven op dit gebied mogelijk te maken. Past u wel op wanneer u naast wethouder McDaniel gaat staan, want voor u het weet heeft u een zonnepaneel op een bijzondere plek. Op het terrein van de economie en ruimtelijke ordening zijn we ook verwachtend. Leiderdorp is gezegend met geweldige ondernemers met veel initiatieven. En onder leiding van wethouder Kees Wassenaar kijken wij verwachtingsvol uit naar de ontwikkelingen omtrent IKEA. Ik dacht, ik noem het maar weer eens. Wij beschouwen dat inmiddels als een levend document. Het blijft met ons meeleven. Ook kijken wij uit dit jaar naar de start van de woningbouw, de ROC-locatie, de Driemaster en de Brittenstijl. Dit alles is niet mogelijk zonder ons succesvol degelijk financieel beleid onder leiding van wethouder Jeff Gardiniers. Die heeft een boeiende portefeuille. Een boeiende mix van financiën, onderwijs, cultuur, begraafplaats en het groene buitengebied. Daar heeft hij een overlapping met mij, de recreatie. Want samen zorgen wij ervoor dat onder andere de bij, die voor 80% het voedsel bestuift, niet uitsterft. Op het gebied van openbare orde en veiligheid gaan we na 21 maart met de nieuwe raad wederom een integraal veiligheidsbeleid vaststellen voor de komende 4 jaar. Waarbij behalve de raadsleden u als inwoner weer intensief betrokken zal worden. Er zijn namelijk verkiezingen op 21 maart, ik noem het al. Daarna gaan we wederom kijken in de regio. Hoe het met de regio is na de verkiezingen. En wanneer de samenwerking goed vorm wordt gegeven en de gemeenten respectvol met elkaar omgaan, wanneer we zo goed en zoveel mogelijk met elkaar willen samenwerken, dan kan Leiderdorp nog lang zelfstandig blijven. Immers, het is fijn toeven in een gemeente waar de democratie levend wordt gehouden, waar verschillen mogelijk bestaan. Graag zelfs. Tegenstellingen leiden vaak tot een beter product en houden ons allen scherp. Waar gesprekken en discussies plaatsvinden rond inhoud, immers zonder wrijving geen glas. Voor u staat de burgemeester en voor mij staan onder andere raadsleden die veel van hun vrije tijd aan ons Leiderdorp geven. Raadsleden die houden van een levendig debat
net als uw burgemeester. Met overtuiging en motivering op de inhoud, en waarbij we niet op de persoon spelen. Waar humor een plaats heeft, humor in vergaderingen. Humor slecht namelijk de grenzen. En als we in aanstaande 21 maart voor deze gemeenteraadsverkiezingen hebben we deze keer een kieskompas. Een kompas dat u leidt aan de partij met de raadsleden van uw keuze. Maak gebruik van uw democratisch recht en ga stemmen. Wij hopen dat u het kieskompas gaat raadplegen. Voordat ik afsluit, wil ik graag nog iets persoonlijks zeggen. De afgelopen 6 jaar mocht ik uw burgemeester zijn. En dit jaar ben ik door de gemeenteraad voorgedragen voor een nieuwe termijn. En daar ben ik heel blij mee. De energie die mijn gezin en ik hebben geïnvesteerd in ons mooie dorp de afgelopen 6 jaar, hebben wij dubbel en dwars van u teruggekregen. In uw hartelijkheid, warmte en gezelligheid aan het stoel. En daar zijn we u zeer dankbaar. Vele loyale ambtenaren in onze organisatie. Ik maak mijn hart voor u en voor hen en ik sta voor hun in. En zoals ik al zei, tijdens mijn aantreden 6 jaar geleden, ik zal een burgemeester zijn door u, van u en voor u. En dat is en blijft zo. Mijn deur staat altijd open en wanneer u niet naar mij kunt komen, dan kom ik graag naar u toe. Ik doe mijn best voor een voortzetting van de fijne en waardevolle samenwerking met u, met de ambtelijke organisaties, met het college, de raad, de gemeente om ons heen, de provincie en de Rijksoverheid en de bijenredders. Laten we kijken wat ons allen bij inbindt. Heeft u? Ja, oké. Samen de krachten bundelen en een heerlijk, leefbaar en saamhorig Leiden dorp.